Ik ga toch nog even gauw een filmpje opnemen. Het is dinsdag en het is nu 4 uur. En we zijn lekker al klaar. En dat voor de decembermaand. Hé. Maar we hebben echt een supervolle dag gehad. Echt best wel druk gehad. En we hebben Icoon Experiences gehad. Jacqueline is lekker bezig. We hebben nieuwe kuurtjes gestart. Dus hartstikke lekker allemaal. Ik heb nog met een collega van mij gebeld. Ik heb nog pakketten weggebracht. We zijn mega druk. Hey, waarom wordt hij dan eens donker? Nou, maakt niet uit. En ik heb trainingen ingepland staan voor het nieuwe jaar. Van januari tot en met mei. Ik heb ze echt helemaal gesplitst. Want het is niet te doen met mijn opleiding ernaast. Dus ik heb er onwijs veel zin in. Ik vind het zo leuk. Dus ik ga nu lekker naar huis. Ik moet heel veel doen. Ik moet nog voor school van alles doen. Ik heb gisteren een uitleg gehad voor mijn nieuwe semester. Superleuk. Ik heb me overal gelijk voor ingeschreven. Weer voor alle. Ja, je moet iedere keer voor alle toetsen en alle delen moet je inschrijven. Trouwens wel lekker door haar. Ik ga vanavond weer lekker mijn haar wassen met mijn nieuwe spulletje. En het gaat volgend jaar. Ik moet dus nu gaan bedenken, echt super moeilijk, waar ik me op wil gaan focussen. Ik moet een thema kiezen. We hebben 3 onderwerpen. In de zin dat we moeten een artikel schrijven. Een individueel artikel. Professioneel artikel. We moeten interprofessionele ontwikkeling. In ieder geval individuele professionele ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling. IPO. Gaat over jezelf, dus je moet feedback, je moet reflecteren op jezelf. Je moet dan ook een thema kiezen. Dus ik wil mezelf bijvoorbeeld ontwikkelen in acne of noem maar wat. En dan dat artikel moet dus ook over een bepaald onderwerp gaan. En dan hebben we nog eentje, moet je richtlijnen gaan bekijken. En dan moet je die eventueel onderzoek gaan doen of daar al verbetering op aangebracht kan worden en wat er dan aan gedaan kan worden. Daar komt het een beetje op neer. Ik ga waarschijnlijk toch voor 1 thema, dus dat wordt wel heel diepgaand, omdat je dan met 3 dingen daarop ingaat, dat denk ik. Maar ik moet even gaan kijken. Maar ik neig nu naar littekentherapie. Dat is iets waar ik me wel in zou willen ontwikkelen. En heel veel mensen hebben littekens. En heel veel mensen hebben littekens die niet mooi zijn. Heel veel mensen hebben littekens die onprettig zijn. Die verkleefd zijn. Dus dat lijkt me echt super interessant. Dus ik ga me er verder even in verdiepen. Ik heb nog tot februari. Maar ik denk wel dat dat iets is. Want acne doe ik al heel veel in. Dus ik ga kijken. Maar ik denk dat ik littekentherapie, brandwonden en dat soort dingen wel super interessant vind. Dus ik denk dat dat hem gaat worden. Maar ik ga erover nadenken. Dus ik ga nu lekker naar huis. Ben ik op tijd klaar? Ik de paardjes nog even buiten zetten. Dan zijn ze niet al te lang. Maar ze staan nu al de hele dag binnen. En dan lekker genieten van de avond. Dus fijne avond alvast. Hey, hallo allemaal. Ik ben eventjes ruimte aan het creëren, want ik zou in deze vlog jullie alles vertellen over iets heel erg leuks. En misschien dat sommigen van jullie het hebben in de praktijk, of in huis, niet in de praktijk, in huis. Anderen weer niet. Dus ik ga jullie gewoon van A tot Z uitleggen wat jullie het beste kunnen doen en waarom. Ik ben namelijk jaren geleden met een vlog gekomen betreft microneedling. Dat microneedling fantastisch is. En dat vind ik echt nog steeds de allerleukste behandeling die ik doe. Want dan ga ik echt samenwerken met jou en met de huid. Maar niet iedereen komt natuurlijk uit de buurt. En alleen in de praktijk behandelen, vertel ik natuurlijk altijd, is niet het einde van het resultaat. Om het te behalen, zeg maar. Dat is niet het maximale. Het maximale bereik je door thuis heel goed voorbereid aan de slag te gaan. En vooral het resultaat te behouden door thuis heel goed door te gaan om op niveau te blijven. Nu heb ik het jaren geleden ook gehad over de dermarollers. Misschien heb je er een thuis, misschien ook niet.
Misschien heb je mijn adviezen opgevolgd en ben je het niet gaan doen in verband met het creëren van juist schade in de huid. En dan heb ik het over die veetjes die ik nog wel eens heb verteld. Maar daar moet ik op terugkomen. Ik weet dat dat niet mijn ding is, want ik onderzoek altijd alles heel erg veel. Maar ik ben eigenlijk achter bepaalde onderzoeken gekomen en ik heb heel veel met collega's daarover gehad. En ik ben het gaan hebben, joh, hoe passen jullie dat nu toe? Want het heeft gewoon heel veel haken en ogen op het moment dat je de huid wil gaan rollen. Wat daar het allerbelangrijkste aan is, er zijn een paar hele belangrijke dingen. Het is niet eens één ding. Het is heel belangrijk dat je weet wat de kwaliteit van de roller is. Hij moet echt hele scherpe naaltjes hebben, want zijn deze niet scherp, dan kan je weer juist schade gaan creëren en problemen in de huid. Dus een roller, als je die één keer per week gebruikt, moet je hem ieder jaar opnieuw kopen. Dan moet je hem weggooien, vervangen. Gebruik je hem twee keer per week, dan moet je hem uiteraard binnen een half jaar vervangen. Dat heeft echt te maken met gewoon de kwaliteit van de naaltjes. Twijfel je, ga dan niet alsnog rollen en ik zie het wel. Nee, dan moet je hem echt wegdoen. Schrijf eventueel in een agenda wanneer je je roller gekocht hebt of in je telefoon. Nou, wat dan nog heel erg belangrijk is, is wat ga je in godsnaam inrollen? Want het is absoluut een no-go, echt een no-go, om zomaar dingen in te rollen. Want het is echt niet zo dat dingen die je zo op de huid kan smeren, ook in de huid gerold mogen worden. Nou, het is een heel scheikundig verhaal, maar het heeft allemaal met daltons te maken, de moleculen. En een dalton is zo'n kleine molecuul, dat die, en dan moet het echt 0,000 dalton zijn, dan gaat het namelijk in de huid en dan kan het ook moleculair. Maar het moet ervoor gemaakt zijn. Dus alsjeblieft, rol niet alles in. Absoluut niet. Ik heb filmpjes gezien dat het Vital C-serum van Image werd ingeruld. Alsjeblieft niet doen. Image zegt ook dat je dat niet moet doen. Dat kan niet. Dus heel belangrijk. Je kan niet alles maar inrollen. Zeker niet zelfs. Je kan meer niet inrollen dan wel inrollen. Maakt niet uit welke naaldiepte je gebruikt. Gewoon niet doen als je het niet weet. Dan is heel belangrijk desinfectie, want daar gaat ook heel erg veel mis. Dat mensen niet de roller goed desinfecteren, de huid niet optimaal reinigen en niet desinfecteren. Dus dat is ook een punt. Niet met schone handen werken, de roller niet netjes opslaan op een veilige manier. Dus er komt echt een hoop bij kijken, maar wat natuurlijk de reden is dat ik nu toch met de roller kom, is dat het ontzettend mooi resultaat geeft. Echt fantastisch. Als jij twee keer in de week de huid rolt, of in ieder geval één keer, dan zie je het verschil of iemand het wel of niet gedaan heeft in de praktijk. Ik heb nu zoveel collega's gesproken die rollers verkopen. Maar wat heel erg belangrijk is, is 0,2 en 0,3. En daar moet je het bij laten. Je moet niet veel meer dan dat gaan rollen. De opperhuid is ongeveer 0,2, zeg maar. Dus persoonlijk vind ik 0,2 voldoende. Heb je nu hele dikke acne-littekens op de huid, dan kan je misschien nog een andere roller. Maar dat is echt persoonlijk op advies. Dus voorlopig verkoop ik alleen de 0,2 om zeker te zijn dat het goed gaat. Ja, ik ga rollers verkopen. En ik ga het jullie hier laten zien hoe jullie dat moeten doen. Ik ga het gewoon demonstreren en ik ga jullie uitleggen hoe jullie het moeten toepassen en wat jullie ook vooral niet moeten doen. Dat ga ik natuurlijk niet laten zien, maar wel uitleggen. En wij hebben deze week dan gelanceerd, op het moment dat jullie dit zien, verschillende kits met verschillende ampullen. En overal zit in een doosje ampullen. Daar zitten in totaal uit mijn hoofd 30 ampullen in. Nee, 15 ampullen. Even kijken hoor. Oh, Sabrine, weer lekker voorbereid. Ja, er zitten 15 ampullen in. Je kan een ampul twee keer gebruiken, maar moet binnen 24 uur op. Ga je nu rollen, gebruik dan een hele ampul. Dat is wel het lekkers, want het trekt altijd nog deels in. Ik ga de anti-age met hyaluron aan jullie demonstreren. Wat zit er nu in zo'n doosje? Daar zitten dus 5 van dit soort doosjes in.
En dit is dan toevallig de anti-age met hyaluron. Ik zie dat ze een beetje ongelijk verdeeld zijn. Geen idee waarom. Maar met anti-age met hyaluron. En daar zit dan ook nog zo'n klein doosje bij. En in dat doosje zit een houdertje waar je de ampul in kan zetten. Dat is ideaal, want je moet hem openbreken. Ga ik jullie straks laten zien. En daar zit een dopje bij die je op het pipetje kan, of op de ampul kan schuiven. Dat is een pipetje. En dat is natuurlijk ideaal als je tussendoor ook de ampul wil aanbrengen. En dan mag je hem in tweeën gebruiken binnen 24 uur. Dus dan kan je er een handig doseerdopje op doen en hem afsluiten, waardoor hij zijn kwaliteit behoudt. Dan zit er in de degreasing solution. Dat is en om de roller mee te sprayen, dat die gedesinfecteerd wordt. Maar hiermee kan je ook na het reinigen de huid extra mee desinfecteren. Dat zit erin. Er zit een recovery gel in. Die is gewoon super lekker, want die hydrateert gelijk heel erg lekker de huid. Is perfect na het needlen. Het is gewoon heel lekker hydraterend, zonder dat het problemen gaat veroorzaken. Dan hebben we de roller en die zit in het doosje. Het staat ook op het doosje overigens uitgelegd. Aan deze kant staan de dieptes, maar wij hebben alleen 0,2. Hier staan dan de richtingen waarop je dan kan rollen. Het is de bedoeling dat je in 4 richtingen rolt. Dus je gaat horizontaal, verticaal en dan diagonaal 2 kanten op. De roller zit gewoon super mooi verpakt. Vacuüm verpakt. Het is dus echt een desinfectie. Hij is helemaal steriel. En zorg ook dat je daar heel voorzichtig en netjes mee omgaat. Hij zit in een prachtig doosje. Daar kan je hem dus ook al die tijd in bewaren. Dat adviseer ik dan ook. Dus hij zit in een mooi doosje. Staat op hoe diep die is. Dat is ideaal als je uiteindelijk toch een diepere roller gaat gebruiken. Even kijken, hier zit dan nog een plakkertje omheen met een schuimpje. Doe voorzichtiger afhalen door hem er gewoon af te trekken. Want anders zit je dadelijk weer met allemaal naaldjes in je vingers. En die hoeven we niet te rollen. En dan zie je hier de roller van Toscani. Nou, hartstikke mooi. Ik moet even de kraan openzetten. Ik moet even mijn gezicht wassen. Ik gebruik daar de Three Face Cleanser van. De Dermapen van, die vind ik echt super lekker. Daar ben ik er helemaal verliefd op. En ik ga straks dus die ampul aanbrengen op de huid. Als je thuis nu extra verwennerij wil, ik heb het er eerder in een vlog al over gehad. Doe dan zo'n lekker handdoekje warm maken. Gebruik die om de huid mee te reinigen. Je hebt wattenschijfjes. Ik ben zelf voorstander van gaasjes. Daar ben ik gewoon een heel groot fan van. Maar dat hoeft uiteraard niet. Dat is wel een mogelijkheid. Ik ga wel om mijn ogen heen. Dat ik niet mijn oogmake-up eraf moet halen. Want ik moet natuurlijk straks gewoon nog werken. Want het is inmiddels donderdag. En wij krijgen vanmiddag visite van de accountmanager van het nieuwe merk. Wat ik jullie nog steeds niet ga delen. Lekker pesten. Komt helemaal goed. Die Three Face Cleanser trouwens. Die moet je eigenlijk zonder iets aanbrengen op de huid. Het is een beetje gelachtig. Dus ik even zoals jullie zien, kijk al een hele mooie doorbloede huid. Mijn huid reageert altijd super goed op deze producten. En waarom vind ik nu rollen van de opperhuid zo fijn? Dat heeft er alles mee te maken dat daar bijvoorbeeld pigment zit. En dat is gewoon het eerste wat je ziet. En de meeste huidproblematieken zitten in die eerste laag. Ga je nu bijvoorbeeld de purifying doen, dat is echt bij de onzuivere huid. Dan ga je uiteraard in de opperhuid de gaatjes prikken en daar de purifying in doen, maar het voordeel van de ampullen van Toscani, dat zijn echt meso-ampullen. En meso,
behalve de VitaFlash, ik moet hem even laten zien aan jullie. Deze kan niet ingeniedeld worden. Deze dus absoluut niet. Staat ook niet in de pakketjes. En bij twijfel vraag het mij gewoon. Maar die mag dus niet ingeniedeld worden. Nou zal ik jullie laten zien. Nu heb ik mijn huid dus gereinigd. 1 keer. Normaal kan je ervoor kiezen als je het helemaal goed wil doen. Om de microderm exfoliant. Bijvoorbeeld. Of een exfoliator. Of een scrubje of zo te doen. Of de exfoliator van die skin. Mag je ook doen. Maar dat zou ik dan eigenlijk de dag voordat je gaat needlen zou ik het doen. Dan pak ik dan een gaasje. Dus jullie waarschijnlijk een wattenschijfje. Daar spray je die prep op. Hij is heel vies. Dat moet ik al heel eerlijk zeggen. Maar het is heel erg belangrijk. Je huid gaat ook heel erg een beetje tintelen. Alleen ik vind altijd, ja, ik gebruik dit gewoon ook als ik ga needlen. Dan, oh, mijn oorbel eruit. Die zal ik ook even eruit halen. Zo. Nou, er komt er nog wat af. Maar dan zie je dat de Tree Face Cleanser dus eigenlijk gewoon prima is om 1 keer te doen. Ik pak het houdertje. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Want ik kan mezelf dus niet zien. Want ik wil een goede camera gebruiken. Dan pak ik dus een ampul. En dat kan je met een papiertje. Je kan hem ook zo breken. Alleen wat ik altijd fijn vind als je een... Je mag ook een wc-papiertje of zo. Dat als je een doekje gebruikt. Dan kan je die gelijk. Wat ik altijd doe. Dus ik breek hem. En dan dep ik hem even een keer op dat randje. Dan weet je zeker dat je niet jezelf beschadigt. Dus nu is die gebroken. Hij is open. Dan doe je het dopje erop. Kijk, en dan klikt hij hem door in de hals, zie je? En nu zit die er zo op. Ik hoop echt dat ik goed film. En anders zeggen jullie het maar, dan doe ik het later nog een keer. Nou, wat je dan gaat doen. Ik heb dus nu geprept. Kijk, als je een beetje schudt, dan blijft hij zo up. En dan heeft hij een halve ampul. Nou, doe ik op mijn handen. Zet ik in het houdertje, kijk. Super handig. Ik verdeel het over mijn huid. Ik ben voorstander. Ik begin bijna af tot mijn voorhoofd. Dan pak je het rollertje. En dan, ik ga in de spiegel kijken, want anders wordt het gevaarlijk. Dan ga je, zet je hem tegen je hoofd en dan ga je zo rollen. Nou, wat voel je? Ja, logisch. Je voelt naaldjes in je huid en je verplaatst het. Maar als je heel goed kijkt, rol ik. Zo. Zonder druk. Dus nu heb ik dus 1 kant diagonaal. Ik heb verticaal gedaan. Doe ik de andere kant diagonaal. En dan ga ik hem horizontaal nog pakken. Het doet geen pijn. En je mag over je wenkbrauwen heen. Dat is niet erg. En dan ga je rollen. Je gaat meerdere keren over hetzelfde plekje heen. Nou, die lijntjes mag je echt wel pakken. Hieronder ook. Maar je moet niet te dicht bij de ogen komen uiteraard. Ga een paar keer over het plekje heen. Bij de ogen heel voorzichtig, want de ogen hebben een hele kwetsbare huid. Maar ik heb hier natuurlijk van die prachtige lijntjes zitten. Ga niet net als wat ik heb over een moedervlek. Dan moet ik erbij zeggen dat ik de rollers van Toscani het mooiste vind. Er zijn er meer op de markt.
Je moet echt weten dat je een product of merk hebt die echt weet waar die mee bezig is. Nou, Toscani is een merk van Laser Vision. Nou, zoals jullie zien, krijg ik een hele mooie rode huid. En dat is wat we willen, uiteraard. Nou, ga ik weer diagonaal. Je mag 4 keer ongeveer dezelfde richting kiezen. Nou, we hebben dus meerdere ampullen. We hebben de sensitive. We hebben de sensitive zegt het al, echt voor de gevoelige huid. Ik moet zeggen dat ik de ampul zit er al aardig in. Dat is allemaal niet erg, hè? Want hij zit erin, hij hoeft er niet tussen te zitten. Ga hem niet delen, hè, je roller. Dat lijkt me logisch, maar... En doe voor jezelf altijd hetzelfde. Doe eerst bijvoorbeeld horizontaal. En dan verticaal bijvoorbeeld. En dan... Ga niet over je lippen heen. Absoluut niet. Niet dat je denkt, oh, er zit hier nu rond in. Laat ik daar even lekker mijn lippen op spuiten. Echt niet doen. Trek echt je lip weg, hè. Zo. Ja. Ziet er niet uit. Maar daar zijn we er niet voor. Nou, ik leg hem even in het houdertje. Want, ja, weet je, mijn ampul is ingetrokken. Dus ik doe lekker gewoon nog een beetje erop. Hoeft overigens niet, maar ik vind het wel lekker. Het idee dat ik extra inrol. En ik leg hem dan weer over mijn hele huid. Ook wat ik net gerold heb. Want het zakt er gewoon in. Nou, dan doe ik de andere kant. Mijn slaap. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Even mijn haar naar achter. Oeh, een beetje ampul in mijn oog. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Zorg dat je niet over dezelfde baantjes heen gaat, uiteraard. Ik ga misschien wel best snel, maar ik... Ja. Microneedling gaat nog veel sneller. Zo, diagonaal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, andere kant, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en dan je neus. Die kan je natuurlijk niet zo makkelijk van meerdere kanten doen. Maar ik neem hem wel altijd mee. Tussen de wenkbrauwen niet vergeten. Daar zit je frons. En nu heb ik alles gehad. Je mag je hals ook meenemen. Dat doe ik nu niet. Nou. En dit was eigenlijk de hele procedure. Nou, je ziet het, alle plekjes die ik heb vlammen op. Ook aan deze kant. Wat heel belangrijk is, is zet geen druk. Want je moet echt zo rollen. Je laat de roller het werk. Ga je namelijk drukken, dan is 0,2 ineens 0,4. Niet doen, echt niet. Je hebt ook bot natuurlijk. En als je gaat drukken, dan goemt een botje daartegen aan. De ene is peziger en botteriger dan de ander. Je kan trouwens die kaakcontour ook goed meerollen. Alleen is dat wat lastiger om meerdere hoeken te doen. Maar die mag je zeker ook meenemen. Zo net onder die rand. En eventueel kan je de hals ook helemaal meenemen.
Alleen heb je daar echt wel dan nog een extra ampul voor nodig, of je doet die tweede laag ampul op de hals. Zorg wel dat je die dan natuurlijk ook gereinigd hebt en ook gedesinfecteerd hebt. Nu heb ik hem de eerste keer niet gedesinfecteerd, want hij kwam uit een vacuüm. Normaal start je met het insprayen van de roller met deze. Nu ben ik klaar. Dan doe je ook hem helemaal insprayen. Dan hou je hem even vast. Dit moet even verdampen, dus je moet heel even geduld hebben. En dan als je klaar bent, dan leg je hem terug. Ga het niet zelf met een of andere alcoholachtig iets doen. Oh, ik denk, wat is dat? Het dopje van de ampul. Nou, en nu gaat hij opdrogen. Dan leg ik hem terug in het doosje. Eerst wat je doet is hem opruimen. Dan kan je huid nog even bijkomen. Doosje dicht. Ampul is leeg. Misschien zit er nog een klein beetje in. Ik zal nog eens kijken of ik er nog wat uit kan krijgen. Even kijken. Er zit nog wel wat in. Is altijd zonde. Ja, nou, hier zit nog een klein beetje in. Zo. Ik vind dat zonde om het erachter te laten. Zo. Nou, zoals jullie zien, is mijn huid mooi doorbloed. Dan pak je de recovery gel. Ik doe dan altijd twee pompjes. En dan weer even aantippen. Het lekkerste is om dit te doen voordat je naar bed gaat, want 's nachts gaat je huid uiteraard het hardst werken. In de recovery gel zit natuurlijk niet heel erg veel aan werkstoffen. Maar dat is niet erg, want die ampul zit eronder. En die is nu ingeniedeld. En de recovery zorgt ervoor dat de huid kalmeert en tot rust komt. En omdat hij tot rust komt, heeft hij alle energie om die ampul te verwerken. En zoals je ziet, staat mijn huid aan. Meer hoeft niet. Dus je kan je huid gewoon onwijs mooi boosten op deze manier. Ik start met de 0,2 rollers. Als ik genoeg mensen heb die het gaan gebruiken, dan ga ik uiteindelijk over op een diepere roller. Dan ga ik jullie daarin meenemen naar de volgende level. Nou, ik ga daar nog even een getinte crème op doen. Dat mag gewoon. Dat is meer omdat ik nog moet werken. En dat doe je normaal 's avonds natuurlijk niet. Dus ik breng nog even een dagcrème een kleurtje aan. Et voilà. De hals en de nek mee. En wat voel ik? Nou, eigenlijk niks. Ik voel niks geks. Ik voel dat mijn huid werkt. Het prikkelt wat, vooral bij mijn bovenlip. Ik heb hier natuurlijk een plekje zitten, een korstje. En ik heb hier een litteken. Bovenlip is over het algemeen bij iedereen het gevoeligst. Nou ja, het is nu wat rood. Is de werking van de ampul en het rollen gecombineerd. Ja, het is gewoon onwijs fijn om zo even met jezelf bezig te zijn. De eerste keer zal het wat spannend zijn, de tweede keer ook. Maar waak er vooral voor dat je niet een overkill doet, hè, van rollen. Ze zeggen dat je het dagelijks zou mogen doen. In theorie kan dat ook. Maar twee keer per week is voldoende. De rollers van Toscani, daar durf ik mijn handen voor in het vuur te steken. Het zijn hele mooie rollers. Je krijgt het in een pakket met die prep erbij. Om de huid te, oh, die hoort hier niet op. Om de huid te desinfecteren en om te zorgen dat de roller gedesinfecteerd wordt. Je hebt de ampullen met de dopjes en de houder. Alles bij elkaar. €119,95 heb je een totaalpakket met crème, ampullen, desinfectie en de roller. Dus ga gauw naar de shop, ga het kopen. Wil je nu advies welke je wil hebben? Ik kan nog eventjes aan jullie alle ampullen vertellen. De anti-age ampul zorgt dus met de hyaluron dat die fijne lijntjes en rimpels steeds minder worden. Maar ook bij grove poriën werkt die heel mooi. Maar ook de anti-pollution, daar moeten jullie goed naar kijken. Want de anti-pollution die haalt dus fijnstof uit de huid, vrije radicalen uit de huid.
Maar hij zorgt ook dat de kleur van de huid mooier wordt. En alle ampullen die je gebruikt door het rollen werken allemaal anti-age. Want rollen werkt anti-age, want je gaat collageen en elastine aanmaken. Mijn brein denkt nu dat mijn huid helemaal beschadigd is. Die gooit alle energie naar mijn huid om die te repareren. De anti-age ampul met hyaluron zit in mijn huid. En de Total Recovery om hem te herstellen, om hem te hydrateren. Dat je geen waterverlies uit de huid hebt. En dit alles bij elkaar zorgt er gewoon voor dat mijn huid gewoon aan de topsport is op dit moment. Dus de anti-age is voor de ouder wordende huid. Op de site staat alles uitgelegd. Anti-pollution is als je wat meer last hebt van een doffere huid, een rokershuid, veel in klimaatcontrole, dus je in het ziekenhuis werkt, dus je veel last hebt van mondkapjes. Perfect. We hebben de Radiance, werkt onwijs mooi op pigment. Heb je nu een vlekkerige pigmenthuid, zeker voor de Radiance gaan. De Purifying is heel mooi bij de onzuivere huid. En dan hebben we de Lipoglycaan ampul. En die werkt heel erg mooi als je een hele droge huid hebt. Er zitten allemaal hydraterende ingrediënten in. En dat is echt een booster om heel veel vocht in de huid te krijgen. En dan hebben we de Sensitive. En dat is voor de huid die gewoon ontzettend gevoelig is. Voor stofjes en algemeen gewoon heel erg gevoelig is. Ook bij rosacea en couperose-achtig. Start met de Sensitive, eventueel de lipo-ampul erbij, dus die lipoglycaan-ampul. Het is echt heel erg fijn. Wil jij advies welke voor jou perfect is, stuur me gewoon een berichtje. Ik zorg ervoor dat ik het weekend echt ga reageren op iedereen die hem wil bestellen. Ik vind het superleuk als jullie dat willen doen. En ik zou zeggen, go for it en op naar een hele mooie huid in 2022, ja toch? Dus bestel op tijd, dan zorgen wij dat jij hem met kerst nog binnen hebt. En dan dat je gewoon sprankelend aan het kerstdiner zit. Dat wordt gewoon helemaal fantastisch. In ieder geval voor nu. Ik zie jullie later nog. Ik kom nog terug met allemaal andere leuke berichtjes. En heel misschien deel ik alvast met wie wij in zee gaan. Maar ik ga eerst straks dat gesprek nog aan. Alvast voor nu. Doeg en bedankt voor het kijken naar dit stukje vlog. Zo, goedemiddag. Ik ben heel erg benieuwd of jullie nu onwijs nieuwsgierig zijn, net als ik, naar de Derma Roller. Nou, ik heb natuurlijk gerold en ik moet zeggen, kijk, ik heb een paar plekjes die vlammen een beetje op. Maar ik ben echt enthousiast. Die had ik natuurlijk al, een plekje. Dus ik had hier wel wat pukkeltjes die begonnen op te vlammen. Hier ook net een pukkeltje door mijn mondmasker. Maar ik ben er super enthousiast over. Nou, gistermiddag hebben wij de accountmanager gehad van het nieuwe merk. Ik hou het toch nog steeds stil. Het wordt hartstikke leuk. Ik kom erop terug, maar ik ga het nu nog even voor mezelf houden. Het is dus vrijdagmiddag en Tom is vanmorgen voor het laatst dit jaar naar school geweest. Want de school is natuurlijk, zoals bij jullie allemaal, bij de kleintjes in ieder geval, toch eerder dicht. En hij ging vandaag logeren bij opa en oma. Dat wilde hij al heel lang. En toen dacht ik, nou, laten we hem dan maar lekker vandaag gaan logeren. En Dus was een hele volksverhuizing. Twee grote big shoppers van de grote supermarkt mee naar opa en oma. Alle knuffels zijn mee. Ze Optidee deken uitrusten. Optidee kussen mee. Alles moest mee. Dus ik kwam vanmorgen bepakt en beladen aan in de praktijk. Daarboven wonen mijn ouders. Dus dat was een beetje ouderwets. Want zijn zus Nathalie die was ook altijd zo. Nou, inmiddels heb ik lekker de hele ochtend gewerkt. Allemaal leuke dingen, allemaal acne dingen. Ik ben lekker veel aan het uitverkopen. Daar ben ik ook erg blij mee. En nu is lekker weekend. En ik ben dus helemaal home alone. Althans, ik heb natuurlijk wel mijn hond en mijn kat. En ik heb net de ponies buiten en de paarden buiten gezet. Want Eve is met een vriendinnetje naar de bios, naar Marvel. We zouden eigenlijk saampies gaan. Omdat Nathalie dit weekend uit logeren zou gaan. Dus, en toen zei een vriendinnetje dat ze dat eigenlijk ook heel graag wilde. Dus ik zei, oké, weet je wat?
Ga gezellig met je vriendinnetje. Ik breng jullie wel. Dus het is nu 2:30. Ik heb nog niets gegeten. Dus ik heb nu de frituur aan. Want ja, het broodje wordt niet zo blij. Want dan ga ik lekker een bami schijfje eten. En daarna ga ik douchen. Ga ik even mijn haar lekker wassen. Even een momentje voor mezelf. En eventjes mijn vlog afronden. Dat is natuurlijk ook belangrijk. En nu ga ik nog heel even snel mondmaskers bestellen. Want we hebben echt onwijs veel bestellingen gekregen afgelopen week. En nu bleek de peach uitverkocht. De taupe is uitverkocht. Dus we verkopen echt ontzettend veel. Dus ik ga nu even gauw bestellen. Dan heb ik ze hopelijk het begin van de week binnen. Want ze zijn niet heel vlot daar. Moet ik eerlijk toegeven. Ze doen alles via DHL. Daar ben ik al niet zo fan van. Maar ze zijn ook altijd heel traag met het verzenden ervan. Dus ik ga dat even snel doen. En dan ga ik lekker even genieten van, wat zal het zijn, 2 uurtjes alleen thuis. Klinkt allemaal heel romantisch, zo lekker in je eentje. Maar als het 2 uur duurt, heb ik geluk. Maar de kans dat Menno eerder thuis komt, is er ook. Dus, hè? En jullie kennen het waarschijnlijk allemaal wel hoe dat gaat. Je denkt dat je het lekker druk krijgt. Of niet lekker druk. Dat je juist niks hoeft te doen. Ik zit 2 dingen tegelijk te doen. En dan uiteindelijk komt er helemaal niets van de me-time. Dus ik ga de bestelling doen. Ik ga dit allemaal naar Nicolien sturen. En kijk in de webshop bij Toscani. Ik zal even een categorie rollers aanmaken. Dermaroller aanmaken. En als jullie daarop klikken, dan zie je de pakketten die we aanbieden. En het is niet los te koop. De ampullen zijn wel los te koop. Maar de rest is alles in pakket. Omdat ik wil dat iedereen op de juiste manier gaat rollen als je eraan start. Starten met 0,2. Wellicht komt later 0,3 er nog bij. Maar voor nu eerst 0,2. Maar jullie zien bij mij geen filter. Helemaal niets. Top toch? Ik ben wel heel blij ermee. Dus ik zie jullie later weer. Doei, tot volgende week. Wat ik trouwens nog even wilde vertellen. Vanmorgen was wel heel leuk. Kwam ik in de praktijk aan met al die zakken van Tom. Stonden er 2 doosjes op de balie voor mij. En het team uiteraard. En daar heb ik dus onwijs leuke cadeautjes gekregen van Toscani. We hebben hele lekkere chocolaatjes gekregen. En een bedankkaart en zo voor onze samenwerking afgelopen jaar. Maar we hebben ook van Youskin, dus van de Icoon, hebben ook een onwijs leuk pakketje gekregen met verse groene thee. En zo'n theehoudertje en een theekopje en gembersiroop voor in de thee. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk wel onwijs leuk dat je van je partners zo'n bedankje krijgt. En ik krijg natuurlijk ieder jaar altijd wel wat. Maar nu, ja, ik weet niet. Dan kom je binnen en dan zie je 2 van die pakketten staan. De rest dan natuurlijk in de uitverkoop, die dingetjes. En dan krijg je van 2 leveranciers waar je echt een hele mooie toekomst mee gaat bouwen. Krijg je dan zo'n pakketje. En dat dekt bij mij dan zo onwijs de lading. Ik ben dan zo onwijs blij daarmee. En dat klinkt natuurlijk allemaal misschien heel erg stom. Want dan denk je, ja, het zijn maar een doos chocolaatjes. Maar na de periode van de laatste tijd, dan zijn dat wel dingen die ik heel erg waardeer. Dus dat wilde ik nog even zeggen. Ik krijg ook allemaal kerstkaarten. Ik heb allemaal klanten ook die kerstkaarten sturen naar mij en in de bus doen. En dat vind ik dan zo leuk. Dat zij is echt zo gekeerd afgelopen jaar. Dat ik ineens allemaal kerstkaarten krijg over klanten. Mensen die me heel erg bedanken voor de hulp en de service. Nou, is toch leuk. Dat wilde ik nog even met jullie delen. Dus nou. Fijn weekend allemaal en ik zie jullie volgende week. Dan is het natuurlijk kerst als jullie de vlog kijken. Dus ik ga nog even met Nicolien kijken wanneer zij hem kan editen. Want ja, wie viert nu kerst? Nou ja, wij gaan wel trouwens kerstavond bij mijn ouders eten. En eerste kerstdag komt mijn schoonvader bij ons eten. We hebben het even opgesplitst, want mijn schoonvader is natuurlijk wel 91. Hij heeft wel zijn boosterprik gehad, maar toch, weet je, voorzichtigheid boven alles. Dus we gaan lekker kerstvlog, de volgende vlog. Komende week knallen. Ik heb de laserdag dinsdag. En heel veel mensen die nog voor een gezichtsbehandeling komen. Maar tussen kerst en oud en nieuw is bij ons ook mega druk. Dus jullie zien mij volgende week met een mooie kerstspecial. Nou, groetjes!
echt serieus. Het is nu zaterdag. Ik denk, ik ga toch nog een klein filmpje maken en dan naar Nicolien doorzetten. Want ik werd wakker, een beetje laat. Toen was natuurlijk uit logeren, dus ik kon een keertje lekker blijven liggen. En had ik al een berichtje van Jacqueline over hoe ik, of ik al een plan van aanpak had. Ik denk, waar heeft ze het nou over? Blijkt dus weer een persconferentie te zijn. Met het risico dat we dus weer dicht moeten. Maar ik heb echt een overvolle agenda. Ik heb een laserdag. Nou, die kan als het goed is wel gewoon doorgaan. Want ik ga ervan uit dat de medische behandelingen door kunnen gaan. Dus ook mijn acnebehandelingen mogen als het goed is ook gewoon weer doorgaan. Dus alles wat voor de verzekeringen, elektrische epilatie en zo. En, maar ja, het is natuurlijk niet grappig dit. Dus ik moet zeggen dat ik er wel weer mijn zorgen over maak. Maar we gaan zien wat het gaat brengen. En nou ja, duim allemaal. Tegen de tijd dat jullie dit zien is de kogel al door de kerk. Maar ik hoop echt dat wij wel open mogen blijven. Ik hoor net op de radio hysterie bij de kappers al. De mensen die allemaal nog willen komen. Gaat natuurlijk helemaal niet. Je hebt kans dat heel veel kappers natuurlijk morgen allemaal nog open gaan. Maar, nou ja. Thumbs crossed. Of fingers crossed. We gaan het zien. Ik ben het zo zat met die kut corona. Maar ja. Ik ga maar gewoon weer roeien met de riemen die we hebben. En we zien het allemaal weer. Vorige keer hebben jullie mij er ook heel goed doorheen geholpen. Met allemaal bestellingen en lieve berichten. Dus dit overleven we vast ook nog wel. Hè, 2021 is een butjaar. Ik ga ervan uit dat 2022 een topjaar wordt. Dus we gaan het zien. Afwachten maar. En op hoop van zegen.